Hey, welkom bij Beweeg met Bart. We gaan een aantal stretchoefeningen doen vandaag. Heel belangrijk om je spieren wat op lengte te brengen en dus minder spanningen te hebben op je gewrichten. De oefeningen van vandaag zijn zowel voor je bovenlichaam als je onderlichaam. En eigenlijk zou je dit soort oefeningen heel regelmatig moeten doen. Dus ofwel af en toe nog eens een video met stretchoefeningen toevoegen aan je dagelijkse training. Ofwel gewoon deze oefeningen op regelmatige basis toepassen in je dagelijkse bestaan. We gaan erin vliegen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En voor de eerste oefening mag je rustig de handen hoog en laag brengen. Je mag een vuist maken of je mag open handen daarbij gebruiken. Je kan de meeste oefeningen trouwens ook op een stoel doen. Ook deze oefening kan je gerust op een stoel uitvoeren. Dus kies maar wat voor jou comfortabel is. Schoudergordel een beetje losmaken. Heel goed. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, en dan doe je dat eens met 2 handen gelijk. Omhoog brengen en naar beneden. Omhoog brengen. En heel goed. Rustig aan. Als je bovenaan bent, voel je die wervelkolom uittrekken. En we doen het nog 1 keer. Rust. En dan ga je je hoofd vastpakken en rustig naar 1 kant trekken. 3, 2, 1. En rustig recht. En hoofd vastpakken. En naar de andere kant trekken. 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. En nu ga je eens rustig met je hoofd van de ene kant naar de andere kant kijken. Het hoeft geen pijn te doen. Ga rustig van de ene kant naar de andere kant. Ja. Goed. 4, 3, 2, 1. Heel goed. En dan ga je je armen naast je houden. En je gaat je armen ongeveer op 45 graden. En dan ga je ze daar zo ver mogelijk naar achter strekken. Heel goed. Dus je borstkas die wordt opengetrokken. 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed, even inademen en uitademen. Rustig aan. Dan hou je de handen ongeveer op hoogte van je schouders en dan doen we hetzelfde. Achterwaarts neigen, borstkas wordt opengetrokken. 5, 4, 3, 2, 1. En rustig aan. Adem in en adem uit. Dan gaan we dat nog 1 keer doen. Handen schuin naar boven. Lichtjes achterwaarts trekken. Gestrekt. 5, 4, 3, 2, 1. Rustig laten zakken. Inademen, uitademen. Je bent super goed bezig. Neem je 2 handen en je zet die in je onderrug. Ja, in je onderrug. En je onderrug die ga je een beetje naar voren drukken. En je drukt tegen je onderrug. En je borstkas gaat naar voren. En je rug is helemaal recht. Kan je ook recht staan doen, deze oefening? Heel goed. Eentje om heel regelmatig te doen. Eigenlijk elke dag of meermaals per dag. 5, 4, 3, 2, 1. Blijf gerust nog even zo staan. We werken elke dag heel veel vooraan. We zitten aan de computer, we zitten aan onze bureau, we schrijven allemaal vooraan en onze rug. Die gaat automatisch vaak krom. Dus heel belangrijk om die rug elke dag eens uit te rekken. Dan ga je terug zitten. Dan ga je 1 arm naar daar brengen. Ja. En dan gaan we daar eventjes rekken, 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 rekken. Heel goed. 3, 2, 1. Heel goed. Je hand mag dan achter je nek gaan. En dan ga je je elleboog achterwaarts drukken.
Ja, het hoeft geen pijn te doen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, hand komt weer langs boven. En ga terug. Adem in. Adem uit. En dan gaat je hand weer naar boven. Het andere hand deze keer. En daar ga je rekken, 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 rekken. Ga zo ver als dat je zelf kan. Het hoeft geen pijn te doen. 3, 2, 1. Eén hand gaat achter je hoofd naar de nek en dan je elleboog een beetje achterwaarts drukken. En dan voel je je borstspier hier ook uittrekken. 4, 3, 2, 1. Rustig je hand langs boven, terug naar de zijkant. Oké. Goed, dan gaan onze benen ook wat stretchen. Ja, dus om te beginnen, onze adductoren, binnenkant van je bovenbeen, je gaat één been zijwaarts brengen, ja. Je andere been is gewoon voorwaarts en dan ga je een beetje voorwaarts neigen. Dus je zijwaartse been is volledig gestrekt, ja. Je zit op het randje van je stoel, dus niet in je stoel gaan zitten, maar echt op het randje zitten. En dan ga je hier een beetje voorwaarts neigen. Hier, aan de binnenkant van je bovenbeen, zal je dit voelen rekken. Je kan die trouwens ook perfect recht staan doen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En we komen rustig recht. Ja. En dan mag je je andere been naar de zijkant brengen. Ik doe even voor hoe je het al rechtstaand kan doen. Dan breng je ook je been zijwaarts. Je kan dat achter je stoel doen om steun te zoeken bij je stoel. Steun op je stoel. En je gaat door je been buigen, zodat je hier je spier voelt trekken. Heel goed. Kom aan. Hou het vol. Doe nog 5, 4, 3, 2, 1. En we komen rustig rechtop. Jullie zitten op de stoel, dus jullie mogen recht staan. Tenzij je al recht stond natuurlijk. En dan gaan we onze kuiten rekken. Dus ga achter je stoel staan. En we gaan de stoel vastnemen. Je kan het ook tegen een muur doen. Dan kan je duwen tegen de muur. Voorwaartse spreiding nemen. Eén been is voor, één been is achter. Belangrijk is dat je voeten allebei wijzen in die richting naar waar je kijkt. Dus geen voeten die zijwaarts wijzen. Ga je achterste been strekken. En je voorste knie die duw je naar voren. Ja. Heel goed. Heel belangrijk, de kuiten. Heel goed. Rustig aanduwen. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En dan kom je rustig rechtop. Rustig rechtop. En dan gaan we het andere been voorzetten. Ja, bij mij is dat rechts. Denk aan de tenen. Vaak hebben mensen de neiging om de achterste tenen zijwaarts te laten wijzen. Dus probeer die goed te laten wijzen in de richting van waar je stoel staat. En dan gaan we duwen. Hè. Heel goed. Heel goed. Ook de kuiten, die zitten misschien ver van je rug, maar die zorgen er mee voor dat er spanningen komen op je rug en op je wervels. Want heel die keten hangt aan elkaar. Je hamstrings en je bovenbeen. Die hechten aan in je rug. En we komen ondertussen rustig recht. Heel goed. Mag je terug op de stoel gaan zitten. Op de stoel gaan zitten. En dan gaan we goed op het randje komen zitten opnieuw. En dan gaan we naar één kant kijken. Ja? En slechts één bil blijft op de stoel. Dus mijn linkerbil die zit nu op de stoel. Mijn rechterbil die zit eigenlijk niet op de stoel en die ga ik naar achter brengen. Dus je laat die rustig naar achter schuiven. Zo ver als dat je kan. Ja? Hoe verder dat je die voet naar achter kan krijgen, hoe meer je de stretching hier in je heup zal voelen. Ja? Hou je stevig vast aan de leuning van je stoel. Ja? Het hoeft niet even ver dan ik, maar het mag. En zorg ervoor dat je lichaam dan mooi rechtop blijft. Ja. Deze voet
zou verder naar voren moeten zijn dan je knie. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En dan komen we rustig terug naar voren. Rustig terug naar voren. En we draaien naar voren. Adem even in. En uit. En we draaien verder naar de andere kant. Nu is mijn rechterbil op de stoel. Mijn linkerbil zit er al af. En die voet die ga ik naar achter laten glijden. Ja. Zo ver mogelijk. Ik hou mijn leuning goed vast. Stabiel. Ja. Je knie die mag de grond raken. Dat is geen enkel probleem. Hoeft niet. En dan gaan we hier de rek voelen in onze heup. Dat zijn de psoas. Spieren die aan de binnenkant van je heup lopen. En we gaan het nog 10 seconden houden. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Laat je knie rustig naar voren glijden. Ja. En dan kom je terug rechtop zitten. We gaan er nog eentje doen. Dat zijn de hamstrings. Heel belangrijk ook. Hecht eraan in je heup, in je onderrug. En creëren daar veel spanning. Dus je gaat één been voorwaarts plaatsen met de hak op de grond. En dan ga je rustig voorwaarts neigen. Het been dat voorwaarts gestrekt is, moet gestrekt blijven. Dus druk je knie naar de grond en dan ga je zo ver als dat je kan. Rustig aan. Wie heel soepel is, die zal waarschijnlijk de tenen kunnen raken. Maar dat is zeker niet nodig. Van als dat je de spanning voelt, en dat hoeft geen pijn te zijn, is het voldoende. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Kom rustig recht. Heel rustig aan. Nou, oké. En dan gaan we ons andere been naar voren zetten. En dan met ons hand over het been glijden naar voren. Het is ook handig dat je op het randje opnieuw zit van je stoel. En dan gaan we daar houden. Hier ook de knie voldoende naar beneden drukken. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Alright. En dan als allerlaatste ga je de vingers in elkaar haken. Vingers in elkaar haken. En de handen naar voren drukken. 5, 4, 3, 2, 1. En dan zit het erop. Fantastisch goed gedaan weer vandaag. Ik hoop dat je los bent. Ik hoop dat je je los voelt. En dat je er tegenaan kan voor de rest van de dag. Als je nog iets extra wil doen, als je de benen nog wat wil versterken, kijk dan even naar de video's hier of hier. Hier vind je alle specifieke workouts. Dus armen, benen, buikspieren, ook alle stretchingsworkouts vind je daar. Ik zie je in elk geval heel graag morgen terug.